mijn echte vader. Ik was verkracht, ik was toen 3. En ik, ja ik, ben de schande voor de hele zien. S'ochtends vroeg sta ik op met de Engels ontbijt. Alles voor de spek en bonen. Nee, luister, leven wat ik leid. Totaal niet voorbereid. Ik zie eruit als een kakker. Maar als er ruzie is, dan sla ik ook nog als een meid. Yeah, yeah. Ik moet per se met 20 man lopen. Dan denken ze, hij is toe in de strijd. Maar iedereen ziet, als iemand voor me staat, dat ik in de broek schijt. Waarom is het leven zo oneerlijk? Waarom zijn Nederlanders beter dan de Engelsen? Qua met geld, qua met alles, qua met de hele maatschappij. Er komt ie. Ik ben de kok. Humor heb ik niet. En mijn eigen moeder, iedereen moet kotsen als ze haar ziet. En dan mijn echte vader. Ik was verkracht, ik was toen 3. En ik, ja ik, ben de schande voor de hele zin. Ik ben aangehouden om het rijden zonder rijbewijs. Ik zit de rechter vol met de pruik op. Die haren zijn altijd grijs. Maak me weinig zorgen alsjeblieft over hele samenlevingssfeer. Engeland is gewoon een hel, als ik eerlijk mag zijn. Haar is geen geld op zak, what the fuck. Ik weet het echt niet, wat ik moet doen nou. Wat ik moet doen nou. Waarom is het leven zo oneerlijk? Waarom zijn Nederlanders beter dan de Engelsen? Qua met geld, qua met alles, qua met de hele maatschappij. Kom op met z'n allen. Ik ben de kok. Humor heb ik.